Dat ik kan zo twee zijn. Ik kan heel positief zijn, maar ik kan ook heel negatief zijn. Tegen mezelf dan. Niet tegen de mensen rond mij, maar tegen mezelf. Gewoon echt mezelf in de grond boren. Waar je ook mee zit, donkere gedachten hebben we allemaal wel eens. Twee jongeren die elkaar niet kennen, praten over hoe het echt met hen gaat. Dit zijn donkere gedachten. Ik ben Sander van Aerken, 22 jaar, afkomstig uit Kesselo, deelgemeente van Leuven. En ik ben student theologie en religiewetenschap aan de KU Leuven. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is, mentaal welzijn. En hoe slecht het kan gaan of hoe, dat er toch wel problemen kunnen zijn als je met bepaalde problemen zit. Hoe belangrijk ook is dat een thema is dat bespreekbaar is bij jongeren en bij studenten. Ik ben Tiana Pereira, ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Leuven. En ik studeer voor leerkracht LO aan de UCLL in Leuven. Ik vind het een heel belangrijk onderwerp uit persoonlijke ervaringen en veel mensen rond mij. Veel gezien dat situaties erger worden omdat er niet over gesproken wordt. Wanneer voel jij je het gelukkigst? Wanneer ben ik het gelukkigst? Wanneer de zon schijnt, dat doet echt al veel. En wanneer je zo, een rustige dag hebt. Aan niks moet denken, geen deadlines of zo van school. Gewoon heel rustig. En dat ik misschien kan gaan turnen, dan ook wel een gelukkige dag. Maar het echt allergelukkigst, echt gewoon een rustige dag, zonder stress. Snap ik. Vind ik ook wel. Ja. En jij? Okay. Goeie vraag. Ik vind het vooral fijn dat ik zo... ik ben naast mijn studies dan vooral met studentenvertegenwoordiging bezig. En als ik daarmee kan bezig zijn, dan ben ik altijd wel... word ik altijd wel heel gelukkig van, omdat dat echt wel een passie is. Omdat ik dat gewoon heel graag doe. En ik denk gewoon, als je met dingen kunt bezig zijn die je gewoon echt heel graag doet, waar je gepassioneerd door bent, dan word je automatisch ook wel al wat gelukkig. Ja, natuurlijk. En uiteraard, als het mooi weer is of als je wat buiten kunt zitten, en dan is dat natuurlijk ook wel mooi meegenomen. Ja, dat is mooi. Volgende? Welk deel van jezelf heb je het nog niet helemaal aanvaard? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat waar ik het vooral misschien wel moeilijk mee heb, is dat als ik met problemen geconfronteerd word, ben ik eerder iemand die dat wat gaat verzwijgen. En die daar... ik ben niet zo iemand die daar heel snel met iedereen over, of met mensen over gaat beginnen praten. Ook bijvoorbeeld niet thuis, eigenlijk niet echt ook niet. Ik ben niet zo iemand die snel naar mijn ouders of zo of naar mijn zus zou stappen. Ook niet eigenlijk heel snel naar, zelfs niet naar mijn echt goede vriend. Ik ben eerder iemand die zo altijd wat op zichzelf probeert te werken. En elke keer loop ik daardoor wel zo tegen dezelfde muur, omdat je kunt vaak, als je met problemen zit, dat ook niet zelf aanpakken of oplossen. En toch blijf ik dat altijd zo wat diezelfde fout maken. Dus dat is wel een deel van mezelf waarvan ik denk van ik zou daar eigenlijk echt aan moeten werken ook. Maar dat is niet zo gemakkelijk. Nee. En weet je waarom dat je die stap moeilijk zit? Uit schrik of uit... Misschien ergens wel uit schrik, ja. Ik denk ook omdat... ik denk dat mensen in het algemeen wel wat hebben dat je zo een wat rooskleuriger beeld naar de buitenwereld wilt tentoonstellen eigenlijk dan dat het effectief is. Dus dat is sowieso al niet gemakkelijk, denk ik. En dat ik ook altijd heb van ik wil mensen daar ook niet mee lastigvallen. Mijn problemen die misschien geen spectaculaire problemen zijn en die misschien voor anderen dan zo gaan lijken van waar zaagt hij nu eigenlijk over? Nee, dat snap ik wel. Dat je zo denkt van mijn probleem is niet groot genoeg. Bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Terwijl dat eigenlijk, dat zijn gedachten die je ook niet mocht hebben. En het grappige is dat ik dan andere mensen daarover spreek, is dat ik die altijd ook tegenovergesteld zeggen van dat je daar zeker zo snel mogelijk met andere mensen over moet praten. Eventueel als professioneel enzovoort. En dat alle problemen belangrijk genoeg zijn. Maar zelf ga ik dat totaal niet doen. Dus dat is altijd wel wat dubbel, omdat ik dat advies wel aan anderen geef. Maar dat advies zelf totaal niet volg. Ja, ik heb zoiets van... Ik heb ik heb daar ook moeilijk mee om zo... te gaan zoeken naar hulp eigenlijk. Omdat ik heb echt gewoon schrik dat mensen dat zo... die boos gaan worden of dat die zo... dat niet gaan willen luisteren. Ja. Dat heb ik vooral. Dat is echt pure schrik. Ja. Ja, dat heb ik iets minder. Omdat ergens weet ik wel dat als ik dat met mensen over ga praten, dat ze daar wel
wel goed mee gaan omgaan. Maar toch denk ik altijd, ja, misschien moet ik dat maar gewoon voor mezelf houden. En ik zal er wel zelf over geraken. En... ja. Niet altijd gemakkelijk, alstens. Nee, inderdaad. Het is moeilijk, moeilijk. Wat is het moeilijkste dat je ooit meemaakte of moest doen? En hoe heb je dat aangepakt? Hoe is daarmee omgegaan? Oei. Daar heb ik even over moeten nadenken. Het moeilijkste. Ja, ik heb vorig jaar ben ik een eetstoornis beginnen ontwikkelen. En dan ben ik daar, was dat nog wel diep, dat ik daar wel heel veel last van had. En ik had dat tegen niemand gezegd en niemand merkte dat ook. Thuis vooral, niemand merkte dat echt. Want ik was vaak weg van huis, want ik ging altijd bij vriendinnen eten. En dan had ik daar eigenlijk totaal niemand. Mijn ouders, zo merkten mijn ouders dat totaal niet. Maar ik had zelf wel door van dit is... Allee, wat ik nu aan het doen ben, is niet gezond. Dit moet stoppen. En ik had dat wel... De eerste persoon waar ik dat tegen heb gezegd, was mijn dokter. Dus niet eens een dichte vriendin of mijn mama of zo. Maar echt gewoon naar de dokter gestapt en gezegd... Ik ben ziek. Allee, ik heb hulp nodig. En de moeilijkste stap was om het te zeggen aan mijn mama. Dat ik heb daar heel lang met de dokter heel veel afspraken gehad om dat voor te bereiden, dat gesprek. Ja. Omdat dat heel, ja, in mijn hoofd was het gewoon de hele tijd, mama gaat teleurgesteld zijn. Dit gaat echt niet, dit gaat gewoon verkeerd aflopen en ze gaan allemaal boos worden op mij, want ik ben hier iets fout aan het doen en dit is echt niet oké wat ik aan het doen ben. En was dat het geval? Totaal niet, maar dat was wel... Zo. Ik had echt zo, super veel schrik om dat te zeggen. Te zeggen aan mama van, kijk, ik eet al een paar dagen niet, ik wil niet eten, ik vind, omdat ik... het gevoel heb dat ik 100 kilo weeg, terwijl ik geen 100 kilo weeg. En dat was heel moeilijk, want ik heb ook een zus die altijd problemen heeft gehad met overgewicht. Dus dan was dat zo totaal tegenovergestelde. En ik zei ook van, ze gaan mij gewoon zeggen dat dat egoïstisch is van mij om te zeggen dat ik 100 kilo weeg en dat ik veel te dik ben. Terwijl ik wel mensen rond mij heb die echt kampen met overgewicht. Mm-hmm. En dat ik totaal geen overgewicht heb. Dus ja, dat was echt een heel, heel moeilijke stap om dat te zeggen, omdat ik gewoon heel veel schrik had. En heb je steun gehad aan je vrienden ook in die periode? Of omdat je dacht dat je eerst naar een dokter bent gegaan ermee? Ja, echt niemand wist het. Ik had het ook tegen niemand gezegd en het viel ook niet echt op. Maar ik heb het dan uiteindelijk ook wel moeten zeggen aan mijn vrienden, want moeten ook wel... Ik vond dat wel belangrijk dat die dat ook wisten. En die zijn toen heel hard beginnen wenen, gewoon. Echt, omdat ik hun niet... Ik had dan niet gezegd dat ik daar problemen had. Ik heb hun dat zo pas gezegd wanneer het beter ging. En dan voelen zij zich wel zo heel schuldig, omdat ze niet hebben kunnen helpen. En dan, dat was ook moeilijk. Maar... Ja, snap ik dat dat niet gemakkelijk is. Nee. Dus ja, dat is dat. Volgende? Ja. Ging je al eens naar een psycholoog of wou je naar een psycholoog gaan en waarom? Ja, al meermaals. Ik denk, als ik me niet vergis, kan er een jaar naast zitten, toen ik in tweede of derde leerjaar zat, dat ik voor de eerste keer naar een psycholoog ben gegaan. Toen was dat natuurlijk nog niet echt... Ja, ik wist nog niet zo goed wat dat was ook niet. Ja. Dus voor mij was dat gewoon een persoon... Mijn ouders hadden dat dan verteld tegen mij, dat ik naar iemand ging. En dat ik met iemand kon gaan praten over... dingen die op school speelden of thuis speelden enzovoort. Dus toen stond ik daar natuurlijk niet besteld dat echt wat een psycholoog is. Voor mij was dat eerder iemand met wie je ging praten. En waarom moest je naar een psycholoog? Bent je naar een psycholoog als je dat wilt? Voornamelijk door dan problemen op school was wel zo wat de eerste aanleiding. En dan problemen van op school die ik dan ook naar thuis meebracht. En wat voor problemen waren dat? Ik was iemand die niet zo goed aarde in het schoolsysteem. Ik kon vooral niet zo heel goed tegen gezag van leerkrachten. Mm-hmm. En was iemand die daar nogal hard tegen inging. En hoe strenger dat die werden, hoe harder dat ik daar tegen inging. Dus ik denk dat ook... ik merkte ook heel sterk dat leerkrachten waren ook niet gewoon om met een soort leerling als ik om te gaan. Omdat normaal gezien een leerling die iets misdoet, ze straffen die. Oké, dan komt dat wel allemaal bij mij. Maar bij mij werd dat dan enkel erger. Mm-hmm. En dan had ik ook wel soms wel last van... dat ik wat woede had, die ik niet zo heel goed makkelijk kon beheersen. En dat is dan wel zo wat de aanleiding geweest om naar de eerste keer met een psycholoog te gaan praten.
En dan, over, ja, dan is het eigenlijk over allerlei algemene zaken ook. Er gaan ook zaken die dan thuis gebeuren. Dan of, maar allemaal wel zo wat in het kader. Vooral doordat ik het moeilijk had met mijn gezag, zowel op school als thuis. En omdat ik soms wel wat problemen had met mezelf onder controle houden. En dat was dan wel nuttig om zo wat daar met mensen over te praten. Ook wat trucjes aan te leren van ja, wat doet je als je boosheid voelt opkomen. En ja, nu, je hebt dus trucjes geleerd vroeger van die psychologen. Helpt dat nu, waardoor je nu eigenlijk niet meer naar een psycholoog moet? Of gebruikt je dat niet meer? Ik heb daar gewoon vooral eigenlijk, dat is er een beetje, ja, dat is misschien gek om te zeggen, maar een beetje uitgegroeid eigenlijk. Ja. Ik heb daar niet echt meer zoveel last van. Ik denk dat ik dat ook wel, ik denk dat ik veel makkelijker dingen kan relativeren nu dan ik dat vroeger kon als kind. Waardoor als ik zo met een probleem of zo geconfronteerd word, dat ik daar niet meteen zo mezelf meer in opjaag. Ik kan het nog altijd wel hebben. Maar als kind had ik dat vooral veel zwaarder en kon ik er echt heel boos over worden als iets niet liep zoals ik dat wou dat dat liep. Of, ja. En als je zo als kind al echt al van kleins af aan naar een psycholoog gaat, heb je dat... Ja, ik kan me dat zo niet inbeelden dat je als kind... Ja, dat was heel gek. Omdat als kind had ik dan zo het gevoel van ja, ik ben precies zo raar. Ja, want ik ga met iemand spreken en niemand anders van mijn vriendjes slecht. Doen dat. Ja. Dus dat was wel een gek gevoel als kind. In het begin misschien nog iets, als ik naarmate ik eigenlijk iets ouder werd, eigenlijk nog meer. Zo eind lagere school had ik dat meer dan begin lagere school. Begin lagere school was dat, ja, dat was gewoon maar iemand die voor me zat en ik praatte daar wat tegen. En ik vond dat eigenlijk ook nog wel leuk. En eind lagere school begon ik daar wat meer mee bewust van te worden wat het al was, naar een psycholoog gaan. En dan had ik wel zo meer het gevoel van oei, ben ik raar of niemand anders doet dat precies. En dan verzwijgde dat ook, ik praat daar ook totaal niet over. Nee, dat had ik ook net gedaan. Ja, met mijn ouders, ja, die wisten uiteraard. Maar echt met niemand anders. Nee, dat was echt niet geweten. Uw vrienden die wisten ze dan? Nee, totaal niet. En nu weten uw vrienden dat? Ja, nu, mijn vrienden van nu, wel, mijn goede vrienden van nu, weten wel dat ik in het verleden heb gedaan. Ah ja. En moest je nu dan zo teruggaan, die zouden dat dan ook, je zou dat wel zeggen tegen hen? Of niet? Zeker niet tegen iedereen zomaar. Misschien zo tegen een paar al wel. Ja. Ja, ik weet, ik kan niet zo goed inschatten. Dus, ja, ik heb zo... Vrienden van mij, dat die heel open zijn en gewoon zeggen van ah ja, maar ik moet naar de psycholoog die dag. En dat is heel totaal normaal. En ik vind dat zo heel... Ik ken ook vrienden van mij die dat ook zo zeggen. En nu pas zit je dan ook, doordat je mensen dat hoort zeggen van ah, dat is eigenlijk helemaal niet zo raar. Er gaan echt wel veel mensen naar een psycholoog. En raad ik dat ook wel sneller aan andere mensen aan, omdat dat wel kan helpen, denk ik. Als je daar wel aan klikt met die persoon. Ja, dat is zo. Ik vind dat heel gek. Want ik heb dat nu nog steeds, dat ik zo niet... Ik zou niet durven zeggen, ik ga naar de psycholoog. Ja. Dat zou ik zou dat heel... ik zou direct denken dat iedereen zou denken, oei, wat is er mis met u? Dat mensen denken dat je ziek bent of zo, dat er iets mis is. Dus ik zou zo niet willen dat mensen dat denken van mij. Ik heb één keer eens gezegd aan een vriend van, dat ik naar een psycholoog ging gaan. En zijn eerste reactie was ook van, oei, wat is er mis? Waarom zou je dat nu moeten doen? Ja. En zo heel... Ja, dat is wel jammer natuurlijk. Ja, en dan... Dus je hebt het gevoel alsof dat je ziek bent, hè? Dat je niet... Ja, en dat is echt wel niet het geval. Ja, nee. Dus, ik vind dat echt... Ja. Dat zou ik... Ja. Ik vind dat echt moeilijk om ze te zeggen dat je naar een psycholoog gaat. Dus, ja, dat snap ik wel. Niet. En zo ook die stap gewoon zetten. Van iemand bellen en zeggen van, ik heb hulp nodig. Help mij. Dus, ja. Ik vind dat echt... Ik vind dat... Sterk van u dat je dat al echt vaker hebt gedaan en dat dat wel echt verholpen. Ik zou dat nooit kunnen doen, denk ik. Ik zou die stap nooit kunnen zetten. Ja, ik heb toen wel ook niet die stap natuurlijk zelf, alleen in het begin. Nee, tuurlijk niet. Uw ouders hebben u daar ook wel in moeten helpen, maar... Ja. Wat maakt jou uniek? Oei. Uniek. Oh. Wat maakt mij uniek? Ben ik wel uniek? Iedereen is wel een beetje uniek. Wat zijn dingen die jij misschien kun je anders doet of waarin dat je onderscheidt van de rest? Ik ben heel emotioneel. Ik kan heel, ja. Dat is het grootste. Als ik zo kijk naar de mensen rond mij, mijn vrienden en zo, het verschil tussen mij en hun is dat ik heel emotioneel ben, dat ik heel snel boos ben, heel snel verdrietig, maar ook heel gelukkig kan zijn. Maar ik weet nu niet of dat iets... Ja, dat is niet altijd positief uniek.
Volgen? Ja. Oh. Oh, het is de laatste. Oh. Welke donkere gedachten houden je 's nachts wakker? Ik ben eigenlijk iemand die liefst van al mijn leven echt nu al 100% gepland zou hebben. Dat ik weet van, ah, ik wil volgend jaar dat doen. En ik doe dat in mijn hoofd ook wel echt. Zeggen van, ik wil over 5 jaar daar staan en over 10 jaar daar staan. En ik wil dan dat doen van job. En ik heb dat dus in mijn hoofd al helemaal uitgedacht. Maar natuurlijk pieker je daar wel constant door. Want als je dan zo één, bij wijze van spreken, misstap doet in op dat pad dat je hebt uitgedokterd, ja, dan heb je al het gevoel van, shit, het gaat niet lukken. Ja. Dus daar pieker ik vooral heel hard door van, ja, waar ga ik effectiever 5 jaar staan of over 10 jaar? Wat voor soort job ga ik dan hebben? Ga ik wel succesvol genoeg zijn? Of zijn er wel dingen waar ik van wakker lig? Ja. Okay. En ik... Dat klinkt heel gek misschien. Ik weet niet. Ik denk, moest ik dat horen van iemand anders, zou ik ook denken, vreemd. Maar ik denk heel vaak 's nachts van... dat mijn vrienden eigenlijk mij totaal niet leuk vinden. Dat ik totaal zo niet... Allee, wat doe ik eigenlijk? Mm-hmm. Waarom vinden die mij leuk? Waarom blijven die met mij afspreken? Of mijn familie zelfs? Allee, waarom? Dat is een moeilijke vraag. En dat ik ook zo gewoon denk van... wat is er nu aan mij zo anders... waardoor ze met mij bevriend willen zijn? Dus zo. En dat ik dat dan zo niet kan begrijpen. Waarom? Mm-hmm. Dus daar lig ik wel... Omdat je waarschijnlijk een positief karakter wil hebben. Misschien. Maar je moet ik denk dat je daar vooral niet te veel over moet piekeren. Iedereen heeft zijn eigen soort karakter en iedereen heeft ook eigen soort vrienden die daarop inspelen op dergelijke karakters. Dus ja, ik denk dat iedereen zich dat wel eens afvraagt van, ja, waarom vindt hij mij eigenlijk precies leuk? Dat is gewoon soms misschien ook wat toevallig. Maar ik denk dat je daar niet te veel van moet wakker liggen ook. Ja, nee, maar ik denk daar dan zo veel te ver over na en dan is het van, ja, maar misschien vindt u eigenlijk totaal niet leuk en dan... te denken dat niemand je leuk vindt als ze allemaal fake doen tegen je en dat je eigenlijk totaal geen tof persoon bent, zo gezegd. En dan moet je dan vind je zo ver, dat ik echt zo ver begin na te denken dat je misschien... dan in je bed eindigt, al wetend, omdat je denkt dat niemand je leuk vindt. Dus Als je dan uitgaat van, je moet uitgaan van het meest logische gewoon. Hè. Het meest logische is dat die, als die bij u zijn en met u blijven afspreken, dat gewoon is omdat die je wel leuk vinden. En het minst logisch is dat die dat blijven doen omdat die we niet leuk vinden. Maar dan denk ik daar zo te veel over na van, ja, maar misschien zijn ze gewoon al tof aan het doen. Misschien verveelden ze zich gewoon en dachten ze, allee, ik zal dan een keer doen. Dat is, ja. Precies, weinig aannemelijk. Ja. Ja, gewoon, ik denk gewoon veel te ver na over alles. Ja. Dat houdt mij wakker, dat ik gewoon heel negatief denk over alles. Dat ik kan zo twee zijn. Ik kan heel positief zijn, maar ik kan ook heel negatief zijn. Tegen mezelf dan. Niet tegen de mensen rond mij, maar tegen mezelf. Gewoon echt mezelf in de grond boren. Dat je gewoon niet het gevoel hebt dat je dat waard bent. Hè. Dat je bij jou dat wel moeilijke gedachten zijn. Dus daar zit ik vooral mee wakker. Lig ik vooral mee wakker straks. Dat is echt, Ik kan dat heel moeilijk uitleggen hoe dat voelt. Ja. Als je dat zo zelf niet... Ja, ik kan me er inderdaad niet zo heel veel bij... Maar ik kan me wel voorstellen dat het natuurlijk net niet gemakkelijk is als je die gedachte hebt, dat je dan ook aan iedereen al altijd wat begint te twijfelen. Ja, voilà. Sowieso niet nodig is. Nee, dat is wel exact wat het is. Je begint aan alles en iedereen te twijfelen. En ik heb dat dan ook al eens gezegd aan vrienden, van... dat ik wel zo dat dacht, dat die me totaal niet leuk vonden. En dan zeggen die ook van, maar dat is totaal niet zo. Ja. Dus, en dan zeggen die ook wel dat ze mij wel leuk vinden. Allee, dat is natuurlijk heel idioot om te zeggen zo, maar dat ze dat wel doen, maar toch in je hoofd denken van, je bent aan het liegen. En dan, heel slecht over jezelf denken gewoon. Je moet er altijd van uitgaan dat dat wel zo is. De meest aannemelijke optie. Ja, ik weet, dat is zo een slechte gewoonte geworden, om aan iedereen te twijfelen. Tja. En ik weet niet van waar dat komt. Totaal niet. Iedereen heeft wel zijn eigen donkere gedachten. Dat is waar. Ja, dat was heel, heel heftig. Om zo open te zeggen hoe dat je voelt eigenlijk van binnen.
ik merk zelf dat het eigenlijk wel belangrijk is om daar ook met iemand over te kunnen spreken. En ook even hoe belangrijk is om naar iemand te kunnen luisteren. Die misschien niet exact dezelfde dingen meemaakt, maar die toch ook wel op soortgelijke problemen botst of botste. Dat doet wel goed om het er zo uit te krijgen. Om te praten over wat er in je hoofd speelt. Om iemand te hebben die ook gewoon luistert naar je. En die het wel begrijpt. Die je probeert te begrijpen ook. Besef dat je niet de enige bent die met dingen struggelt in het leven. Iedereen heeft dat. Iedereen heeft zijn of haar donkere gedachten. En zoek je mensen met wie dat je daarover kunt praten. Dat kunnen vrienden zijn, dat kan familie zijn, dat kan professionele hulp zijn. Zoek je iemand om daarover te praten. Zit je met vragen? Surf naar watwat.be/donkeregedachten. Daar vind je tips, herkenbare verhalen en het kaartspel dat Sander en Tiana gebruiken.